Bij VVV is Jordi Bordeaux geschorst. Zijn vervanger heet Niels Fleuren. Rietsmeijer is een van de basisspelers samen met Bergwijn bij Jong PSV. Lammers gaat op avontuur, maar loopt zich dan vast op Buwalda. Weer Rietsmeijer. De man die het zo goed deed bij Cambuur met de voorzet op Bergwijn. En dan moet de doelman wel degelijk even gestrekt op de inzet van Bergwijn. En die doelman is Jordi Dekkers, de doelman van VVV. Reesida. Eigenlijk de smaakmaker van de Venloenaren tot nu toe. En dit is een goed schot van Leandro Reesida. Die overkwam van FC Emmen. Nijholt met de paas over de hele is onzuiver. Maar Heeshakkers helpt dan VVV een beetje. Reesida, combinatie met Opoku. Reesida! En Bertrams die daar goed zijn doel verkleint. En dus geen treffer voor Reesida. Opoku samen met Seuntjens. Gelukje. Daar is Ralf Seuntjens. De voorzet. Nijholt. Nijholt. Oh, wat een mooie goal zeg van Gianluca Nijholt. Het is de 22e minuut en hij haalt vernietigend uit. Binnenkant paal en dan erin. Mooier kan je ze niet maken. En het betekent de 0-1 voor VVV. Met Torino Hunte. De man die kwam van Eindhoven voor het eerst in de basis bij VVV. Opoku, combinatie met Hermansson. En Opoku maakt dat dan uitstekend af. De middenvelder die overkwam van FC Os. En donkere wolken boven het hoofd van Pascal Jansen, de trainer van Jong PSV. Met weer Reesida. Reesida, voorzet, kopbal, Nijholt. Maar de lat is dan het geluk voor Jesse Bertrams, de doelman van Jong PSV. Daar weer Torino Hunte. Seuntjens, die niet zijn lekkerste wedstrijd speelde daar op de hertgang. Reesida, Reesida, daar is het Nijholt weer. Beetje geholpen door Augustin Loof. Want die krijgt hem nog tegen zich aan. Kijk maar, tegen de borst. En dan is de doelman van Jong PSV geslagen. En dus de 0-3 voor VVV. Tweede helft met Nijholt. Promes. Uitstekend. Gerald Promes op de vrije trap van Gianluca Nijholt. En Jong PSV dat tot nu toe 2 wedstrijden achter elkaar won, kijkt dan nu tegen een forse achterstand aan. Lammers, die mag komen. Fleuren, wat doe je nu? Fleuren ruikt niet goed op. En Sam Lammers, 18 jaar slechts, maakt dan de 1-3. En dan komt PSV terug in de wedstrijd. De ingooi voor VVV. Fleuren, Fleuren. En bijna maakt hij dan zijn foutje goed. Uitstekend schot van Niels Fleuren. De vervanger dus van de geschorste Bordeaux. Hoekschop voor VVV. Dan de kopbal van Buwalda die er net niet bij komt. Het is de invaller Abels die weer een corner weggeeft namens Jong PSV. En dan Buwalda helemaal vrij. Foutje in de defensie bij Jong PSV. En Buwalda mag vrij inkoppen. Kijk maar, Abels heeft meer oog voor de tegenstander dan uiteindelijk voor de bal. En Bertrams is dan geslagen voor de 4e keer al. En het wordt nog erger. Opoku krijgt met een gelukje die bal mee van Rommens. En die maakt dat dan uitstekend af. En dan wint VVV met 5-1 van Jong PSV. En is de ongeslagen status van de Eindhovenaren weg.